Tips voor een goede gezondheid. Let op uw voeding. Eet gevarieerd. Eet 250 gram groente op een dag. 2 stuks fruit. Kies volkoren producten. 2 zuivelmomenten op een dag bijvoorbeeld. Een beker halfvol of magere melk en een bakje kwark. Een handjevol ongezouten noten. En varieer met vlees, vis, peulvruchten, eieren en vegetarische producten. Bak in vloeibare en zachte vetten. Drink voldoende. Ongeveer 1,5 tot 2 liter op een dag. Vitamine C, goed voor de weerstand, zit met name in groente en fruit. Een voorbeeld, met 1 rode paprika en 1 sinaasappel zit je aan de dagelijkse behoefte aan vitamine C. Beweeg voldoende. Zo'n 2,5 uur per week matig intensief. Dat wil zeggen wandelen, fietsen of tuinieren. Houd 1,5 meter afstand als u daarvoor buiten komt en in contact komt met andere mensen. Blijf binnen als u luchtwegklachten heeft. En als laatste, drink geen alcohol. Hoe hou je je geestelijk gezond? Blijf niet te lang in bed liggen. Zorg voor een dagelijkse routine. En slaap niet overdag. Maak gebruik van videocalls en audiocalls om contact te blijven met andere mensen. En uit je gevoelens. Zet muziek aan. Maak toekomstplannen, ook leuke. En plan vooruit. Schrijf kaarten naar elkaar. En kies 1 moment op een dag om al het coronanieuws te absorberen. Maximaal 1 uur. En bedenk plannen om uw medemens te helpen. Weet dat 80% van de mensen die besmet raken met het coronavirus milde klachten krijgt. Zoals neusverkoudheid, hoesten of spierpijn. Alle huisartsen werken samen en werken om coronapatiënten goed op te kunnen vangen. Bel de huisarts als u steeds zieker wordt, als u in de war raakt, als u langer dan 3 dagen koorts heeft en als u moeilijker kan ademen, ook tijdens het lopen. En als u 70 jaar of ouder bent, chronisch ziek of een verminderde weerstand heeft en koorts krijgt. Ik wens u een goede gezondheid toe.